een geweldig paard waarmee jij coachings geeft. Ja. Wat doen jullie precies? Wel, we zetten mensen in interactie met de paarden. We werken rond verschillende thema's, maar de rode draad door al die thema's is leiderschap. Leiderschap over je eigen leven en dat kan zich vertalen naar leiderschap over anderen. En waarom met paarden? Paarden zijn zeer gevoelige dieren die onmiddellijk en heel eerlijk reageren op wat er gebeurt. En zij voelen perfect aan wat er bij u van binnen omgaat en wat er tussen u en het paard omgaat, maar ook tussen mensen. Mag ik het eens proberen? Absoluut. Oké, wat moet ik doen? De bedoeling is dat jij samen met Jin dit parcoursje aflegt. Dus de bedoeling is dat je voorbij een kegeltje loopt, een cirkeltje rond het tweede kegeltje loopt, voorbij het derde kegeltje en nog eens een cirkeltje rond het laatste kegeltje. Oké. Gaan we nog eens even rondstappen. Ja, voilà. Oh, prachtig. Ja, kom. Nee. Straks eten. Kom. Alsjeblieft, kom mee. Kom. Het is gelukt. Ja. Ja, ik vond het wel moeilijk eigenlijk. Vond het moeilijk? Ik had het gevoel dat ik heel veel kracht moest gebruiken om hem bij mij te houden. Oké. Okay. Ja, en zo'n dier weegt 750 kilo, daar wint het niet van, hè? Nee, kracht. Nee, ik heb het gevoeld. Dat is niet zo simpel, nee. Ja. Ja, ik zag ook dat jij vooral in het begin van je parcours hem heel dicht, touw heel dicht tegen zijn hoofd vasthield. En dan verder ook een klein beetje, je werd wel aan het zoeken van hoe ver kan ik hier gaan, maar je bleef het er vrij strak houden, vooral in het begin. Dat is een stuk controle misschien? Absoluut. Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Maar ik zag wel dat je aan het zoeken was, want bij het volgende kegeltje, toen zijn jullie eigenlijk mooi rondgegaan en daar was het touw veel losser. Ah, is het waar? Ja. Oké. Okay. Dat is misschien wel een interessante om mee te nemen. Ja. Oké, dankjewel. Super interessant. Graag gedaan.